en welkom bij deze nieuwe video. Het eerste wat ik ga zeggen is mijn make-up. Ik weet, het is echt super heftig, maar dit heb ik net gemaakt voor een andere YouTube video. Dit is niet mijn daily make-up, dus let daar vooral niet op. Vandaag ga ik jullie mijn avondroutine laten zien. Zo'n video heb ik nog nooit gemaakt. Ik krijg heel vaak de aanvraag van Sarah, laat je ochtend en je avondroutine zien. Waarom heb ik zo lang gewacht met het maken van zo'n video? Omdat ik niet echt een avond- en een ochtendroutine heb. Het is super basic. Ik heb het ook een beetje opgezocht en vooral ochtendroutines, want die werd echt heel vaak gevraagd. En als ik kijk naar de ochtendroutines van mensen, like, what the F. Ik sta echt niet om 5 uur in de ochtend op om dan een uurtje te gaan rennen, om vervolgens super gezond te gaan eten, om vervolgens weer iets super gezonds te doen en dat dan de hele ochtend lang. Mijn ochtendroutine is letterlijk in bed hangen, op mijn phone zitten en daarna gewoon gelijk gaan werken. Ik ontbijt niet eens, dus ja, ik vond het een beetje lastig om zo'n video te maken, maar ik zat erover na te denken en ik heb eigenlijk wel een soort van een avondroutine. Rond 8 uur in de avond ga ik een beetje mijn dag afsluiten en zo. En ik heb dan wel vast dingen die ik allemaal doe, dus die ga ik jullie vandaag laten zien. Verwacht er niet al te veel van, want it ain't shit. Maar ik ga het gewoon toch laten zien, omdat toch veel mensen er behoefte aan hebben. Het wordt gewoon een hele super realistische avondroutine. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vandaag een beetje een ander soort video. Dit wordt een beetje een vlogstijl video. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Vind je het leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met mijn avondroutine. Oké, ik begin mijn routine altijd gewoon hier in mijn slaapkamer. Ik doe alles gewoon hier en in de badkamer. Zoals je kunt zien is mijn haar gedaan. Ik heb super veel make-up op, kleding, sieraden. Ik wil alles weg hebben. Zodra ik weet dat ik het huis niet meer ga verlaten, moet alles uit. Ik wil mijn pyjama aan, ik wil geen make-up op, haren in een knot, et cetera. Dus daar ga ik mee beginnen. Ik heb zo'n crunchie hier en daarmee maak ik altijd gewoon een hoge knot. Ik gebruik altijd zo'n crunchie. Ik heb er echt super veel, want die vind ik altijd heel erg fijn, omdat de normale elastiek te veel aan mijn haar trekt en dat mijn haar een beetje afbreekt. Dus wat ik altijd doe is gewoon zo'n crunchie gebruiken en dan gewoon zo'n hele losse hoge knot maken en dan heb ik niet al te veel druk op mijn hoofd. En dat is ook fijner met slapen. Zo, het wint niet een schoonheidsprijsje of zo, maar ik heb echt scheid. Deze kunnen ook uit. Ik vergeet af en toe dat ik deze in heb. Dan alle sieraden. Ik draag altijd superveel sieraden. Ik hou echt van sieraden. Let me know als er meer mensen zijn die ook echt zo ontzettend veel sieraden dragen als ik. Ik draag altijd kettingen, oorbellen, armbanden. Ik draag altijd sowieso mijn ringen en mijn oorbellen. Ketting is niet altijd. En armbanden ook niet heel vaak, want ik heb best wel smalle polsen. En ik kan niet heel vaak goede armbanden vinden die passen. Dus ja. Zo, al mijn sieraden zijn helemaal af. Ik heb ook nog gewoon normale kleding aan, zoals je kunt zien. Die doe ik ook echt altijd gelijk uit. Ik draag altijd een badjas als eerste. En daarna pas ga ik me echt omkleden. De badjas heb ik gewoon aan, omdat ik nog eerst mijn hele make-up eraf ga halen en alles. En dan heb ik gewoon lekker zo fijn een badjas aan. Dus ik kleed me even om. Badjas is aan. Zo, nou is het helemaal klaar voor hier. Nou ga ik heel deze make-up eraf halen. Oh mijn god, mensen, deze make-up look. Ik ben echt net zo'n drag queen. Het is echt super, super heftig. Oh my god. Nou gaan we even verplaatsen naar de badkamer. En dan ga ik al mijn make-up eraf halen. We staan in de badkamer. Excuses voor de echo die je gaat horen. Want ja, in de badkamer is er gewoon een echo. Ik ga eerst beginnen met deze mega wimpers eraf te halen. Oh my god, super, super heftig. Dan ga ik als allereerst mijn oogmake-up eraf halen. Daarvoor gebruik ik deze oogmake-up remover van Dr. Van der Hoog. Of zoiets. Deze heb ik gewoon gekocht bij Douglas Online. Ik had die gewoon random gekocht. Ik kende dit merk helemaal niet. En ik vind hem best wel fijn. Dus dit is al nou mijn tweede potje. En ik vind hem oprecht echt fijn. Ik heb vandaag echt super, super veel make-up op. Dus het is echt belangrijk dat ik het er goed afhaal. Ik doe gewoon zo'n beetje op een waterschijfje. En dan zo indrukken. En dan eventjes zo vasthouden. Want dan gaat alle oogschaduw een beetje soort van smelten. En dan pas ga ik het echt wrijven. Zo, kijk, nou is mijn hele oogmake-up eraf en ook mijn lippen heb ik eraf gehaald en mijn wenkbrauwen ook een beetje. Dan is het tijd om mijn gezichtsmake-up eraf te halen en dit stukje is dus gesponsord door Clarisson. Ik weet helemaal niet eens of ik het goed uitspreek. Ik heb de Mia Smart Tool ontvangen van hun en ik gebruik deze nou al een tijdje. Zoals je kunt zien is hij ook een beetje vies. Let daar niet op. En ik vind hem echt super fijn om mijn make-up eraf te halen. Normaal bracht ik gewoon mijn reinigingsgel aan met mijn handen en dan haalde ik het eraf met de pad. Alleen ik merkte toch dat als ik het gewoon zo met mijn handen doe, dat ik mijn gezicht niet echt goed genoeg schoonmaak. En dan heb ik nog wel de pad die het achteraf alsnog best wel goed schoonmaakte. Maar toch was het niet goed genoeg naar mijn mening. Dus ik wilde iets extra's. En deze is echt ideaal. Deze gebruik ik om mijn gezicht schoon te maken. Gewoon met mijn product die ik al heb. En hij is super fijn. Hij is zo automatisch. Hij gaat zo zeg maar trillen. Ik weet niet of je het echt kunt horen.
Maar hij gaat zo trillen. En dan heb je hier zo de clean stand. Die gebruik ik altijd. Even uitdoen, anders blijft hij trillen. En dan heb je hier de gentle stand voor als je een gevoelige huid hebt. En dan staat hier smart en bluetooth. Hoezo is het smart en bluetooth? Je kunt het verbinden met hun app. Hun app heb ik ook. En die heb ik gedownload. En daarin staan heel veel video's over hoe je je gezicht het beste kunt cleansen. Hoe je het apparaat kunt gebruiken. Wat je kunt doen met de verschillende kopjes. Want die heb je ook een aantal. Die ik hier erop heb is die er standaard bij zit. Dat is deze. De Radiance kopje. Je hebt ook een heleboel andere. Ik heb ook eentje voor de poriën. Het is maar wat jij het fijnste vindt. En je moet ze elke 3 maanden vervangen. Dus ik heb nou alvast eentje extra. Ik vind gewoon de normale heel fijn. Omdat hij mijn gezicht een soort van glans ook geeft. En ik heb een vrij doffe, droge huid. Dus ik vind dat altijd heel erg fijn. Download zeker eventjes de app. Om gewoon handige video's te zien over hoe je dit apparaat het beste kunt gebruiken. En hij connect met jouw apparaat. En dat is gewoon echt super, super fijn. Ik heb dus in een van die video's gezien dat je per gebied 20 seconden moet doen. Hij stopt ook elke 20 seconden voor ongeveer een halve seconde. Zodat je weet dat je klaar bent met een gebied. Nou, dat is echt ideaal. Want als ik iets altijd verkeerd deed, was het dat ik veel te lang cleans op één plek. En dat is gewoon schadelijk voor je huid. En nou hoef ik niet eens bij te houden hoe lang ik het doe. Dit ding stopt automatisch. Dus dat is echt ideaal. Ik vind hem echt fantastisch. Dus die ga ik nou ook weer gebruiken. Eventjes met mouwen oprollen. Ik zet in de beschrijving een linkje van dit apparaat. Zodat je hem gewoon makkelijk online kunt bestellen. Dit apparaat hoef je niet te vervangen, by the way. Alleen maar deze kopjes moet je elke 3 maanden vervangen. Omdat ze gewoon vies worden en zo. In de app staat ook een video met hoe je het beste deze kunt schoonmaken en zo. Er staan echt super veel video's. Je kunt sowieso wel vinden wat jij zoekt. Wat ik dan doe is eerst mijn gezicht een beetje zo nat maken met gewoon water. En dan pak ik mijn cleanser. Ik gebruik van Clay & Glow hun Strawberry Face Wash. En die breng ik dan gewoon een beetje aan hierop. Direct gewoon. Zo. En dan doe ik hem aan en dan begin ik gewoon met cleansen. Ik maak gewoon allemaal zo van deze soort rondjes. En je gaat zien dat hij straks gewoon automatisch stopt. En dan weet ik dat ik klaar ben op één gebied. Je wang is één gebied, je andere wang is één gebied. Je voorhoofd is één gebied en je neus en je kin is ook één gebied. Dus ik ga er gewoon helemaal zo overheen. Ik merk nou ook echt dat... Kijk, hoor je dat? Hij was klaar, dus nou moet ik naar hier. Ik merk nou ook echt dat mijn gezicht echt wel iets schoner is. Super fijn. Hij voelt ook niet te hard aan of zo. Ik vind het echt tof. En het is niet heel veel moeite. Nou is hij hier klaar. Dan moet ik naar hier. Dit vind ik echt een van de fijnste dingen. Dat hij gewoon automatisch stopt per gebied. Dan hoef ik niet helemaal precies bij te houden hoe lang ik nou dit aan het doen ben. Er staat in de app ook gewoon een video over hoe je dus heel veel make-up eraf kunt krijgen. Die heb ik ook bekeken. Aangezien ik altijd heel veel make-up op heb. Oké, hij is klaar. Ik heb nou mijn hele gezicht gedaan. En nou ga ik gewoon mijn gezicht schoonmaken met deze handige pad. Deze pad is van MAC Cosmetics. Je hoeft niet per se zo'n pad te gebruiken. Je kunt ook gewoon je gezicht wassen. Gewoon met water in je handen. Maar ik vind zo'n pad gewoon altijd heel erg fijn. Oké, nou is mijn gezicht echt helemaal schoon. I love it. Echt zo'n fijn apparaat. Oké, dan ga ik verder met een gezichtsmaskertje. Een maskertje doe ik ongeveer om de dag. Ik hou altijd van gezichtsmaskers. Die ik vandaag op ga doen is deze van Peter Thomas Roth. De 24K Gold Mask. Dit is een anti-aging firming mask. Dus die maakt je gezicht weer helemaal zo mooi strak. Die breng ik aan met deze super handige kwast van de Boosie Shop. Deze is echt speciaal voor gezichtsmaskers. Zo, helemaal ingesmeerd. Dit is een best wel duur masker, maar hij gaat wel echt heel lang mee. Je krijgt echt superveel product, 150 milliliter. Ik heb hem echt al bijna een jaar of zo. Oké, nou laat ik het eventjes een kwartiertje inwerken en dan kom ik zo bij jullie terug. 15 minutes later. Oké, daar ben ik weer. Er is een kwartier voorbij, dan ga ik het eraf halen. Ook mijn masker eraf halen doe ik altijd met deze pad. Ik doe echt alles met de pad. Ik hou er niet van om water echt rechtstreeks in mijn gezicht te doen. Ik weet niet waarom, dat heb ik al van kleins af aan. Dus ik gebruik weer die pad. Dan is het tijd voor een serum en om te gaan rollen. En ja, ik rol echt elke avond. Mensen denken altijd dat ik dat gewoon doe om aan jullie te laten zien en that's it. Nee, ik gebruik dit ding echt letterlijk elke dag. Ik gebruik deze serum van Swiss Clinic of zoiets. Pak ik gewoon zo een beetje en breng ik dan zo over mijn hele gezicht. En dan ga ik rollen. Dit is een elektrische roller, dus hij trilt. Kijk, hoor je dat? Ik weet niet of je het hoort, maar hij trilt. En dan ga ik zo mijn gezicht rollen. Deze is van By Kilsha, als je hem wilt. Je kunt mijn kortingscode gebruiken. En dan heb je maar liefst 30% korting. En ik raad hem jullie echt zeker aan. En dan rol ik zo omhoog. Ik rol altijd omhoog om mijn huid echt te liften, zeg maar. En ik vind het echt super, super fijn. Als je echt precies wilt weten wat dit doet, bekijk het eventjes op hun website. Want dan krijg je een veel betere uitleg dan
dat ik hier zou geven. En dan natuurlijk ook nog een gezichtscreme. Ik gebruik deze Retinol gezichtscreme van Pixi Retinol Jasmine Lotion. Een crème moet echt vooral met mijn droge huid. Ik kan niet zonder gezichtscremes. En dit gaat dan zo lekker de hele nacht intrekken. Ook bij de nek, jongens, vergeet nooit je nek, je hals. En dan ook nog de lippen, jongens. Deze Lippen Pyjama Lip Balm van Catrice. De Night Mask Lip Balm is echt amazing. In de ochtend, je lippen voelen echt super zacht aan. I love it. En lekker goedkoop, gewoon van Catrice. Zo, en that's it. Mijn gezichtje helemaal mooi schoon. Het voelt echt super fijn aan ook. En nu ben ik gewoon helemaal klaar. Ik gebruik ook nog even deze hand sanitizer van Moshi Moshi Mind. Deze had ik gehad in de laatste hoodiebox. En die gebruik ik nou ook om mijn handen lekker te desinfecteren als allerlaatste stap. Oké, nou dan zijn we klaar in de badkamer. Dan gaan we weer terug naar de slaapkamer. Het is tijd om mijn pyjama aan te doen. Mijn pyjama's liggen hier boven helemaal. Hier allemaal, zoals je kunt zien. Dat is echt een schapenpyjama. Die is echt hilarisch. Maar ik ga meer voor een normale pyjama vandaag. Nou jongens, dit is dan de pyjama die ik gewoon vandaag aan heb. Gewoon zo'n oversized shirt. Met gewoon een legging. And that's it. Hier ga ik dan gewoon nou in chillen. Wat ik dan nu ga doen is even mijn planner erbij halen. Dit is de planning van deze week met video's en dingen die ik moet doen. Hieronder staat altijd van alles wat ik extra moet doen. En als ik dat heb gedaan, dan vink ik het af. En dit heb ik vandaag gedaan. Dit is een Chiquelle Instagram shoplog. Die heb ik gemaakt. Dus die vink ik dan af dat ik dat heb gedaan. Dus dat is dan afgevinkt en gedaan. En dan ben ik weer klaar. Oké, wat ik dan ga doen is even iets lekkers naar binnen werken. Ik vind het altijd fijn om in de avond iets van thee te drinken of een soepje. Of gewoon iets warms. Dat vind ik altijd wel gewoon fijn. Gewoon iets kleins, iets warms. Ik denk dat ik nou ga voor soep. Ik heb hier deze champignon kuppasoep. Ik hou van kuppasoep, champignon en kip. Dat zijn echt mijn twee fave smaken. Let me know beneden in de reacties wat jullie fave smaken zijn. En dan ga ik die misschien ook proberen. Dus die ga ik vandaag maken. Kijk dit kopje, hoe cute. Oh my god. Nee, dit ben ik niet. Volgens mij is het of mijn zus of mijn moeder. I'm not sure. Dus ik ga even een kopje soep maken. Zo, jongens, mijn soepje is gemaakt. I love it. Dit is echt zo lekker. Maar het is echt nog super heet nu. En wat ik dan doe is eigenlijk niet echt veel meer. Ik drink gewoon mijn soep en dan ga ik of Netflixen of YouTuben. Het hangt ervan af of ik me echt wil committen. Want als ik ga Netflixen, dan moet ik echt opletten. En dan moet ik me echt focussen op Netflix. Terwijl af en toe wil ik ook nog gewoon eventjes hangen in mijn phone. Een beetje op Instagram en zo ronddwalen. Dus dan kan ik me niet echt committen. En dan ga ik naar YouTube. Dan zet ik gewoon iets op YouTube. En dan hoef ik niet per se echt heel de tijd op te letten. En kan ik ook gewoon een beetje hangen op mijn phone. Ik ben ervan op de hoogte dat ik echt de meest grote tv in mijn slaapkamer ever heb. Dat komt omdat het een woonkamer tv is. En ja, die hoefde daar niet meer. Dus heb ik hem gewoon nou hier. Maar hij is echt super groot. Ik heb geen signaal omdat ik nooit normale tv kijk. Ik kijk altijd alleen maar Netflix of YouTube. Ik denk dat ik ga voor YouTube. Ik ben op een aantal mensen geabonneerd. En ik ga letterlijk altijd gewoon alle video's af van iedereen op wie ik ben geabonneerd. Wie kijkt er? Sarah, Marieke. Dat ben ik. Dit is gewoon de homepage aanbevolen. Maar ik ga altijd naar abonnementen. En dan ga ik bekijken wie er allemaal een video heeft gepost. Ik heb volgens mij alles al gezien. Ja, ik heb echt alles al gezien, jongens. Of ja, bijna alles. Deze video heb ik nog niet gezien van Sofidas Live. Deze heb ik allemaal al wel gezien. En ja, zo ga ik gewoon altijd alle video's af in de avond om te zien welke ik nog wil kijken. En dat allemaal terwijl ik mijn soepje of mijn thee drink. En ja, dat was het dan. Ik weet, het is niet echt een hele spectaculaire avondroutine of zo. Maar het is wel heel realistisch. Zoals ik al zei in de intro, al die video's van ochtend- en avondroutines die ik zie op YouTube zijn allemaal zo extra. En dan denk ik echt, ja, ik geloof best dat hun dat echt allemaal doen. Maar ik denk dat gewoon de gemiddelde persoon gewoon dit doet, wat ik ook doe. Dus niet echt iets heel bijzonders of zo. En ja, that's it. Ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!